Gisteren las ik in het nieuws een vluchtelingengezin in Enschede aangevallen. Blijkbaar niet door mensen uit dezelfde wijk, maar uit een wijk ernaast. Even meteen om aan te geven dat ja, racisme is gewoon actueel. Kort geleden een documentaire uitgebracht, Verdacht, waarin mannen van kleur, Noord-Afrikaans uiterlijk, maar ook gewoon zwarte mannen, door de politie veel vaker wordt aangehouden en wat voor impact dat op deze mensen heeft. Ging trouwens ook vrouwen van kleur hebben er last van, maar die wilden niet in beeld komen, werd er gezegd. Een ander voorbeeld, recentelijk is de anti-zwarte piet demonstraties door het hele land. Nou, we hebben gezien wat voor geweld dat oproept in onder andere Eindhoven, Den Haag, maar ook in Hilversum. Dus racisme is echt iets van deze tijd en we willen weten waar het vandaan komt. Ik ga het dus ook over hebben van waar komt racisme vandaan. Dus het is belangrijk om die vraag te stellen. Want door te kijken naar waar de wortels van racisme liggen, weten we ook waar we naar oplossingen moeten zoeken. Dus in mijn verhaal zal ik dus ook gaan over hoe racisme is ontstaan en hoe het zich heeft ontwikkeld in de loop der tijd tot aan 2019. En dan probeer ik te eindigen, als ik nog de tijd krijg van de voorzitter, hoe kunnen we racisme, wat kunnen we er tegen doen? Even kijken. In de mainstream wordt er eigenlijk gedacht van, heb je twee grote lijnen eigenlijk. Het komt door onwetendheid of het komt door angst. Als je de lijn volgt van onwetendheid, dan ligt de oplossing al snel in van, we moeten gewoon meer educatie tegenaan gooien. Als we maar genoeg brochures en genoeg informatie geven, dan verdwijnt racisme vanzelf wel. Dat is de positieve benadering. Ik noem het maar even positief. De tweede benadering is angst voor het vreemde. Dat is de negatieve benadering eigenlijk. En daarin zeggen we eigenlijk, van, mensen zijn sowieso bang voor het vreemde. Xenofobie noemen we dat. En ja, dan is racisme eigenlijk iets onvermijdelijk. Als socialisten gaan wij eigenlijk uit van, we willen eigenlijk een diepere analyse ervan maken. Van hoe racisme eigenlijk is ontstaan en hoe het zich ontwikkeld heeft. En welke plaats het nu neemt, racisme, in deze huidige tijd. En ook hoe we het dan kunnen bestrijden dus eigenlijk. Wat ik van tevoren wil duidelijk maken, racisme is niet hetzelfde als xenofobie. Het zijn twee verschillende dingen. Xenofobie, dat heeft eigenlijk altijd al bestaan. In samenlevingen voor het kapitalisme was er al xenofobie. Je had kleine gemeenschappen, jagers-verzamelaars. En ja, daar kon xenofobie in voorkomen. Daarin kon xenofobie voorkomen, maar dat kon ook weer verdwijnen in dat soort gemeenschappen. In het oude Griekenland was er al slavernij, maar dat was niet verbonden aan een bepaald ras. Je had zwarte slaven, je had zwarte ex-slaven, maar je had ook zwarte slavenhandelaren. Daar zat niet een ras aan vast. Ze kenden volgens mij het begrip ras ook nog niet. Je had gewoon Grieken en geen Grieken. En iemand kon ook een Griek worden als die daar lang genoeg. Dat was vloeibaar. Daarmee wil ik ook aangeven van, er was toen de tijd ook geen theorie over rassen. Van dat er überhaupt rassen waren en dat er een superieur ras is en inferieure rassen. Dus, maar er was wel xenofobie. Dus dat zijn twee verschillende dingen wat we echt in de gaten moeten houden. Dat moeten we in ons achterhoofd houden. Dat er twee verschillende dingen zijn. Maar waar komt dat racisme dan, waar krijgt dat dan zijn intrede, dat racisme? Als dat nog niet in het, in de prehistorie, in de pre-kapitalistische samenleving was, ook nog niet in het oude Griekenland, waar komt dat racisme dan vandaan? Het racisme doet zijn intrede in een cruciale fase van het kapitalisme. Op een gegeven moment, het kapitalisme ontwikkelt zich en verspreidt zich eigenlijk over de hele wereld. Vanuit Europa worden er andere delen van de wereld worden ontdekt, noem ik het maar even. Dat is natuurlijk niet zo, die mensen waren er al. Er komen ook, er moeten grondstoffen gewonnen worden, onder andere de plantages ook.
En daar hebben we arbeidskrachten voor nodig. Daar worden in het begin worden daar ook worden de arbeidskrachten voor geworven. Eigenlijk slaven eigenlijk dus ook, maar dat waren zwarte en witte mensen waren dat. Witte mensen werden dan servanten genoemd. Op een gegeven moment was dat ook niet meer genoeg, want die servanten, die witte mensen, ja, die wilden dat natuurlijk niet. Die wilden niet in eeuwig onder hun baas of onder hun meester werken. En die kochten dat na een verloop van tijd af. Dat levert een probleem voor de kapitalist, want die heeft wel al die arbeidskrachten nog steeds nodig, die goedkope arbeidskrachten. Daar doet racisme zijn intrede eigenlijk. De zwarte mensen uit Afrika worden daar met racisme wordt gerechtvaardigd dat zij slaaf zijn, maar ook slaaf blijven. Ze komen er niet uit omdat je zwart bent, omdat je uit Afrika komt, ben je per definitie minderwaardig en hoef je dus ook niet als mens behandeld te worden. En kan je dus altijd, of word je altijd als slaaf behandeld, terwijl de witte mensen die slaaf waren, die konden eruit komen, want ze waren niet per definitie minderwaardig. Dus op een gegeven moment bestonden de slaven ook vooral, of eigenlijk alleen maar uit zwarte mensen en niet meer uit witte mensen. Daar werd racisme dus gebruikt ter rechtvaardiging van de slavernij. Dat is ook iets om te onthouden. Er was eerst slavernij en daar komt racisme uit voort. Dus het is niet van, er was racisme en daarom hebben we slavernij. De redenering is, er is slavernij en om dat te rechtvaardigen, is er racisme gekomen. Dat is ook iets wat tegen de mainstream ingaat. De meeste mensen denken van, er was racisme en daarom hebben we slavernij. Het is een omdraaiing eigenlijk. Dan kan de vraag gesteld worden van, waarom was dat niet in het oude Griekenland of in de feodale tijd? Toen had je ook slaven of horigen. Waarom was er toen geen racisme? Maar daar hadden ze geen rechtvaardiging nodig. Die samenlevingen waren al zo hiërarchisch ingesteld. En dan was het gewoon normaal dat er slaven waren. Maar in het kapitalisme is de arbeider zogenaamd vrij. En heb je toch hebben we een rechtvaardiging nodig, of de kapitalist heeft een rechtvaardiging nodig, om mensen uit te buiten. En daarom daar gebruiken ze dus onder andere racisme dus voor. Dus dat is echt een verschil tussen de andere tijdperken, andere beschavingen, van het oude Griekenland bijvoorbeeld en het feodale tijdperk en het kapitalisme wat we nu kennen. Op een gegeven moment wordt de slavernij wordt afgeschaft, maar kennen we ook nog het kolonialisme. Dat is eigenlijk een vervolgstap eigenlijk in de ontwikkeling van het racisme. Het racisme wordt dan niet meer gebruikt ter rechtvaardiging van de slavernij, maar wordt wel gebruikt ter rechtvaardiging om grote delen van Afrika, grote delen van Azië eigenlijk leeg te roven, te plunderen. En ook om mensen daar onderdanig te houden. Het racisme krijgt in de koloniale tijd ook meer een paternalistische toon. Noem maar even, ik ben zelf Molukker, even kijken. In Indonesië werd de inheemse bevolking werd de inlander genoemd. Die was achterlijk. Als witte mensen uit Europa moeten wij beschaving bijbrengen. Het krijgt een paternalistische toon. Dat is net even iets anders dan het racisme van de slavernij. Maar je ziet dat daar al dat het racisme van toon verandert. Maar het bestaat nog steeds. En het wordt gebruikt dus om de rest van de wereld leeg te plunderen. Dus eigenlijk. Dan maak ik nu even een hele grote stap naar de vorige eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog krijg je de West-Europese landen. Zijn net uit de Grote Oorlog gekomen. En maken een economische groei mee. Voor die economische groei hebben de kapitalisten, die hebben daar ook weer arbeidskrachten voor nodig. Wat ze doen is dat ze arbeidsimmigranten halen uit andere landen. Eerst uit Zuid-Europa, daarna uit Turkije en uit Marokko. Voor kapitalisten is dit een groot voordeel. Die arbeidsimmigranten zijn goedkoop en daar hoef je geen kosten voor te maken voor taallessen of wat dan ook. Die kan je lekker flexibel inzetten en het geeft de mogelijkheid voor de kapitalist
om de arbeidersklasse te verdelen. Je krijgt nu witte of oorspronkelijk uit Nederland komende arbeiders, of uit Nederland, uit het Westen. Dat geldt ook voor andere landen, dit verhaal. En ik noem het nu maar even de gekleurde arbeider. Die kan je tegen elkaar uitspelen. Oké, ik heb nog 5 minuten, dus ik ga veel snel. Die kan je tegen elkaar uitspelen. Dit racisme is aantrekkelijk voor witte arbeiders, omdat het een denkbeeldige oplossing biedt. Van de witte arbeider heeft zo'n, ik kan mijn hypotheek niet betalen, dat komt door die moslim, dat komt door die Turk, dat komt door die Surinamer. En het geeft een psychologische compensatie. Ook al scheldt zijn baas hem uit, hij heeft toch een gevoel, maar ik ben wel wit. Dus dat maakt het racisme aantrekkelijk voor witte arbeiders. En ze keren zich eigenlijk dus tegen een medearbeider die een andere kleur heeft. Dan krijg je een laatste verschuiving in het racisme. En dat is het verschuiving van het... het is niet meer dat ouderwetse racisme van biologisch superieur. Na de Tweede Wereldoorlog vinden we dat not done, om in rassentheorieën te denken. Hoewel daar wel een kleine kanttekening is, Forum voor Democratie haalt dat gewoon weer terug, blijkbaar. Maar in het algemeen krijg je daar een verschuiving in. Er wordt nu naar culturele verschillen gekeken. En de veronderstelling is daar eigenlijk van, die culturele verschillen zijn verbonden aan etnische groepen. Mensen als, en die cultuur is ook onlosmakelijk verbonden aan die etnische groepen. En de cultuur zelf is ook iets onveranderlijk. Wat heel raar natuurlijk is, maar dat zijn die veronderstellingen wat bij rechtse politici als Fortuyn, Bolkestein, Wilders en Baudet eigenlijk leven. Ze gaan eigenlijk van 3 veronderstellingen uit van, er bestaan verschillende etnische groepen, die hebben allemaal hun eigen culturele identiteit. En door die verschillen in culturele identiteit kunnen ze ook niet met elkaar samenleven. En passen ze ook niet hier in Nederland, terwijl de Nederlandse identiteit de samenbindende factor zou moeten zijn. En daardoor kunnen ze per definitie passen al die etnische groepen niet in Nederland. Dat zijn de veronderstellingen die politici dus eigenlijk hierin maken. Het erge is dat een groot deel van de linkse beweging hierin meegaat in deze veronderstellingen. En hier eigenlijk geen weerwoord op geeft. Ik kan nog snel even, wat kunnen we hier tegen doen? Even kijken. Noem het beestje bij de naam. Als er racisme voorkomt, moeten we het benoemen. Vooral het nieuwe racisme, dat cultureel racisme, die laatste ontwikkeling waar Wilders, Baudet zich schuldig aan maken. Want heel vaak hebben we de neiging om dat niet meer te benoemen. Van ja, nou, hij heeft het over cultuur, hij heeft het over religie. Nee. We moeten dat benoemen als racisme. We moeten niet in hun val trappen door te zeggen van nee, het is cultuur. Nee, het is gewoon racisme. We moeten een tegengeluid laten horen. Altijd, verbaal en fysiek. We moeten de straat op gaan. We mogen nazi's en fascisten niet hun gang laten gaan. Tweede lijn die we zouden moeten volgen, zouden groepen die georganiseerd zijn op basis van hun zogenaamde culturele identiteit, zouden we moeten ondersteunen. We moeten solidair zijn ook met elkaar. Wat ik daarmee wil zeggen is van, als er een demonstratie, ik noem het nou even heel kort door de bocht, als er een demonstratie is tegen islamofobie, dan zouden de anti-zwarte racisten zouden daar ook bij moeten zijn. Feministen zouden daarbij moeten zijn, maar ook omgekeerd. Als er een Palestina-demonstratie is, is het goed dat er ook Surinamers bij zijn. Heb ik trouwens gezien in 2014. Ik zie daar Turkse vlaggen, Surinaamse vlaggen. En ik nam natuurlijk mijn eigen Molukse vlag ook mee. We moeten voor elkaar staan. Want we worden wel... onze onderdrukking is misschien verschillend, maar we worden wel onderdrukt door hetzelfde systeem. En dat zou een opstapje moeten zijn om samen te werken. Nou, Mirko, binnen de 15 minuten en dat voor zo'n onderwerp, de wortels van racisme uitleggen in een kwartier tijd. Nou,
Dankjewel daarvoor voor je verhaal. Ibtissem, ik geef graag het woord aan jou. Je bent onze gastspreker, dus ik ben heel benieuwd. Jij hebt ook een kwartier, maar ik ga er natuurlijk iets ruimer mee om. Dus, Milko, ben ik wat strenger. Oh. Nou, dankjewel. Dankjewel Milko voor jouw interessant verhaal. Ik zie ook dat er heel veel aanknopingspunten zijn. Dus met mij valt het altijd echt heel mooi op elkaar aansluit. Nou, ik ben dus Ibtissem Abbasis van Stichting Meld Islamofobie. En wij bestaan nu inmiddels 4 jaar en wat wij doen is islamofobie in Nederland monitoren. En daar zijn we dus actief over. En we zijn ook meer dan alleen een meldpunt. Mensen kunnen bij ons terecht om melding te doen, maar we geven mensen ook juridisch advies, morele steun en dergelijke. En ja, we spreken ook vaak in Nederland over dit thema. In de komende 15 minuten ga ik het hebben over islamofobie in Nederland. En wat ik ga doen is eerst kort uitleggen wat is dat eigenlijk, islamofobie. En dat is belangrijk om te weten, want daardoor kunnen we ook de diepte ingaan van waar komt het dan vandaan. En ik ga me puur richten op Nederland. En tot slot wil ik ook afsluiten met wat is onze visie of wat zijn onze... als het gaat om de strijd tegen racisme in de toekomst, van hoe zou dat moeten of wat zou daar aan moeten gebeuren. Maar voordat ik wil beginnen, wil ik even stilstaan bij een paar punten. Als het gaat over welke vorm van racisme dan ook in Nederland, dan zie je dat het vaak gaat over 2 punten. Of de juridische grenzen, of de meetbaarheid / het kwantitatieve, de bewijslast. Wat bedoel ik daarmee? Stel je voor dat een bepaald incident, om het noemen, het nieuws haalt. Wat je dan vaak ziet, is dan in die maatschappelijke discussies van, is het strafbaar, is het juridisch strafbaar of niet? En is het eigenlijk wel racisme of niet? En hoe erg is dat dan eigenlijk? En datzelfde zie je bijvoorbeeld ook als antidiscriminatiebureaus hun jaarlijkse rapporten publiceren. Dan zie je al meteen in de krantenkoppen, discriminatie is toegenomen, discriminatie afgenomen. Oh, het valt wel mee met racisme in Nederland. Of nou, in Nederland hebben we eigenlijk vooral een arbeidsmarkt discriminatieprobleem en dergelijke. Maar waar eigenlijk heel weinig oog voor is, dat zijn de gevolgen en de impact van de verschillende soorten vormen van racisme, en in dit geval ook islamofobie. Wat bedoel ik daarmee is, waar men vaak voorbij gaat in al die nieuwsberichten en debatten, is dat het gewoon gaat om mensenlevens. We hebben het niet over cijfers, we hebben het over mensenlevens. En wat gebeurt er in die mensenlevens? Racisme is, of discriminatie, of hoe je het ook wilt formuleren, gebeurt in het alledaagse. Dus mensen hebben daar, het heeft consequenties voor mensen. Sociaal-economische consequenties, maar ook mentaal. Het feit dat je weer, het idee van dat je geconfronteerd wordt met het feit dat je alweer afgewezen wordt. Vanwege je uiterlijk, of je afkomst, of je religieuze, of je vermeende religieuze overtuiging. Als het gaat om islamofobie wil ik nog een ander punt benadrukken als het gaat om die gevolgen. Wat we zien in Nederland is dat islamofobie ook leidt tot daadwerkelijke wet en regelgeving en beleid die dan weer op zijn beurt weer islamofobie versterkt. Daarmee bedoel ik vooral, dus daarbij kan je denken aan contraterrorisme wetgeving, antiradicaliseringsbeleid. En dan zie je dat die wetgeving en dat soort beleid eigenlijk vooral gericht is op moslimgemeenschappen. Dus wat gebeurt er dan is dat, men heeft het over radicalisering of terrorisme. Maar we weten allemaal in Nederland dat dat nu inmiddels een synoniem is geworden voor moslims. En met dat soort beleid... En wetgeving zie je dat vooral moslimgemeenschappen getarget worden. Dus moslimgemeenschappen worden daardoor gestigmatiseerd en ook gecriminaliseerd. Dat is eigenlijk wat we in ons... Dus het heeft impact. Dus dat is belangrijk om te onthouden. Maar het punt, wat is islamofobie eigenlijk? Ik merk dat we in ons werk, dat de term islamofobie, dat mensen daar heel gauw over struikelen. Ja, maar wacht eens even, het gaat niet om een fobie, dit is toch veel erger. Je zou het veel beter kunnen hebben over moslimdiscriminatie of over moslimhaat. Waarom noem je het niet anti-moslimracisme, et cetera? Nou, wij noemen het islamofobie omdat het een term is die sowieso internationaal bekend en erkend is. Zowel in de academische wereld als in de activistische wereld.
En in de eerste plaats, als het gaat om islamofobie, er is inderdaad, als je kijkt naar de praktijk, er is gewoon discriminatie. Dat is gewoon een feit, dus daar kunnen we niet, daar gaan we niet verder over discussiëren. Want wat is er aan de hand? Heel veel mensen die hebben inderdaad vooroordelen en stereotyperingen over de ander. Maar wat er gebeurt als het gaat om racisme, of in dit geval islamofobie, is dat die vooroordelen, die negatieve stereotyperingen, die hebben gevolgen. Die leiden tot handelingen, tot acties van mensen. En het gevolg daarvan is dat dus mensen uitgesloten worden. Dus dat mensen worden uitgesloten en daardoor ook maatschappelijke nadeling van ondervinden. En dit punt... En het punt is, dit gaat niet om een afzonderlijk incident, maar we zien hier gewoon een patroon, een structuur in Nederland. Ik bedoel, elk jaar zien we weer rapporten verschijnen over discriminatie in Nederland. We zien weer een experiment voorbij komen waarin een uitzendbureau of een werkgever of een makelaar aangeeft het geen probleem te vinden om te discrimineren. En helemaal als het om moslims gaat. Dus die praktijken, de discriminatie, dat is er. Maar... die discriminatiepraktijken, die kunnen alleen plaatsvinden omdat er ook een maatschappelijk en politiek klimaat is die dat legitimeert en rechtvaardigt en ook nog eens voedt. Dus, en dan heb ik het niet over zeg maar bijvoorbeeld de PVV of Forum voor Democratie, maar heb ik het gewoon bijvoorbeeld over onze premier bijvoorbeeld. Je hebt hier een premier in Nederland en die dan zegt dat hij niks tegen discriminatie kan doen. En als je eenmaal ermee te maken hebt, ja, dan moet je hier maar invechten. Dan moet je maar twee keer zo hard werken. We hebben een premier die zegt van als jij als Turks of Marokkaanse Nederlander, als het jou hier niet bevalt in Nederland, moet je maar besluiten om weg te gaan. Dus dat zijn de signalen die de politiek geeft. Dus en dat zorgt ervoor dat er ook gewoon een klimaat ontstaat waardoor dit soort praktijken plaats kunnen vinden en mensen dit ook ongestraft kunnen blijven doen. Dus je hebt aan de ene kant die praktijken en aan de andere kant... een soort van discoursen die geproduceerd en gereproduceerd worden door politiek, beleid, wetregelgeving en ook media. En die twee, daar is ook een soort van interactie. Het voedt elkaar. Politiek wordt gevoed wat er in de samenleving leeft. En wat de samenleving doet, wordt weer gevoed door de politiek. Dus er is een soort van interactie ertussen. Maar dan is de vraag, hoe lang is dit gaande? Is dit iets van 9-11? Of is het iets van eeuwen geleden? Of is het iets sinds wanneer... is dit? Nou, om antwoord te geven op deze vraag, wil ik jullie meenemen naar het werk van Martijn de Koning. En die stelt dat er in Nederland al een hele lange tijd een proces gaande is van racialisering van de moslim. En dat houdt eigenlijk in, en dat komt erop neer, dat islamofobie ook een vorm van racisme is. Milko heeft het net ook al gehad, weet je, racisme gaat niet alleen maar over dat biologische, maar het gaat ook steeds meer over de culturele verschillen. En waar het om gaat, als het gaat om moslims, is dat het niet letterlijk gaat over ras. Maar als we kijken hoe er gesproken wordt over moslims en islam, dat doet het wel heel erg denken aan het concept ras. En racialisering, dat is, en dan ga ik Martijn de Koning letterlijk citeren, dat is het proces waarin een dominante groepen statische en karakteristieke eigenschappen toekennen aan mensen die niet tot de eigen groep gerekend worden. En dus je krijgt dus een groep die dan duidelijk herkenbaar is, die je kan aanwijzen en die ook gezien wordt als inferieur. En er worden al hele specifieke statische en natuurlijke eigenschappen aan die groep toegekend. Maar niet alleen dat, ook het gedrag van die groep wordt geproblematiseerd. En de verklaring voor dat gedrag wordt weer teruggekoppeld aan, ja, het heeft te maken met omdat ze zus en zo zijn. Dus andere woorden, dat racialiseren, dat bestaat uit vier elementen. Eerst begint het met het categoriseren van een groep, van de minderheid. Dus in dit geval krijg je het label moslim op je. Het tweede element is dat er bepaalde generaliserende verklaringen worden gegeven voor gedrag. Dus die mensen die mishandelen hun vrouwen omdat de islam dat nou eenmaal voorschrijft. En het derde punt is dat er ook een waardeoordeel over die groep wordt gegeven die ook negatief en generaliserend is. Zeg maar, dus de islam is bijvoorbeeld een achterlijke cultuur. En dan het vierde punt, het vierde element van de racialisering is het idee hoe er dan met die groep omgegaan moet worden. Moeten ze bestrijden of ze moeten gedwongen assimileren. Dat is eigenlijk wat er gaande is. En dan is de vraag, oké, dit proces van racialisering, wanneer is dat begonnen in Nederland?
als je kijkt, dan wordt er, ja, een van de starting points, dat wordt dan ja, aangegeven bij eind jaren 80, begin jaren 90. En dan zie je dat Nederland, ja, dat onderdeel maakt van de hele wereld. En daar zie je dat er iets gaande is. Dus waar vaak in literatuur op gewezen wordt, is eigenlijk het einde van de Koude Oorlog. Het rode gevaar, nou, dat is er niet meer. En we hebben nu een nieuwe gevaar, dat is het groene gevaar. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal. En dan zie je ook eind jaren 90 ook bijvoorbeeld ja, het bekende werk van Huntington. Weet je, The Clash of Civilizations. Dus met andere woorden, toekomstige conflicten die zullen gaan. Oh mijn god. We zullen gaan over tussen culturen en beschavingen en vooral het Westen versus de islam. Dat is dus dat. Nou, in Nederland, daar wordt, ja, wat Milko ook al aangaf, is hier, in Nederland wordt echt als een turning point wordt Bolkestein aangeven. Nou, hij was dan een van de eerste die, zeg maar, ook die tour opging in zijn hele bekende lezing. Dat hij dan de eerste was die dan... het had over, we hebben hier een integratieprobleem en vooral met moslims en dat moet bespreekbaar worden. Dus daar zie je dat zeg maar die omwenteling komt. En later heb je natuurlijk ook Pim Fortuyn die daarop voortborduurt, et cetera, et cetera, et cetera. Maar wat ook heel mooi is, ziet, zeg maar, is ook als je kijkt bijvoorbeeld naar het integratiebeleid, hoe dat zich heeft ontwikkeld. Daar zie je ook hoe die racialisering op een gegeven moment ook plaats heeft gevonden. Bijvoorbeeld in de jaren 70 sprak men van gastarbeiders. Daarna kwam men tot het besef van, hey, deze mensen die gaan hier blijven, maar hey, we zien nu al problemen. Toen ontstond het minderhedenbeleid en toen had men het over etnische minderheden. Later kreeg je het allochtone beleid, waarin men het had over allochtonen. En vanaf 2001 zie je dat het vooral gaat over assimilatie en vooral over normen en waarden. En dat moslims daar zich niet, dat vooral moslims daar problemen mee hebben. En wat je daar ook ziet in de laatste jaren, is dat het ook gaat over burgerschap. En heeft men het niet over formele burgerschap, maar vooral over morele burgerschap. En morele burgerschap is dus iets wat, ja, vooral de witte autochtoon dan symbool voor staat. Dat is dus bepaalde normen en waarden, emancipatie, vrouwenemancipatie, homo-emancipatie. En dat zijn allemaal dingen waar vooral de moslim moeite mee heeft om vanwege zijn geloof. Dat is eigenlijk een beetje de lijn die je hebt, maar ik wil even één punt inbrengen. Want heel vaak bestaat het idee van, ja, dat eigenlijk eind jaren 80 en jaren daar een soort van omwenteling is gekomen. Maar dat wij heel lange tijd in Nederland multicultureel idee hadden, weet je, van mensen gaan gelukkig integreren met het behoud van eigen identiteit. Ik zelf plaats daar vraagtekens als je kijkt naar de historische context, dan heeft Nederland eigenlijk altijd een assimilatie idee gehad. En dat komt eigenlijk, als je kijkt naar de jaren 60, 70, heb je het vooruitgangsdenken, moderniseringsdenken, religie is iets wat eigenlijk achterlijk is en niet hoort bij vooruitkomen. En is het ook, vooral vanuit Amerika, daar was het dat melting pot theory was heel erg centraal. En wat was het uitgangspunt? Is van als migranten in een samenleving komen, dan gaan ze op een gegeven moment, gaan hun kinderen participeren, die gaan naar school, die gaan werken. En op een gegeven moment verdwijnt hun cultuur en dan worden ze één met het land. Dat is eigenlijk ook het idee wat ook in de jaren 60, 70 speelde met dat vooruitgangsdenken, secularisatiedenken komt er ook nog eens bij. Dus eigenlijk was het idee altijd al geweest, deze mensen gaan, het uiteindelijke doel is dat ze opgaan in de samenleving. Maar wat Nederland heel specifiek maakt is ook de verzuiling. En wat mensen heel vaak denken is van al die moslims, al die moskeeën die we hier hebben, dat hebben ze allemaal zelf gedaan omdat zij niet willen integreren. Maar je moet je realiseren dat de overheid ook een hele grote rol heeft gespeeld in de institutionalisering van de islam in Nederland. Want het idee was van nou, oké, deze mensen die komen hier. We willen natuurlijk dat ze één worden, opgaan in de samenleving. Hoe gaan we dat doen? Je had de verzuiling en dat betekende dus dat mensen in de eigen zaal participeerden. Het was het idee van, hey, laten we deze moslims ook aanmoedigen of wat dan ook. Hè, stimuleren om een eigen zaal te creëren. En vanuit die zaal gaan ze zich een soort van emanciperen en uiteindelijk integreren. En je ziet ook bijvoorbeeld dat de overheid ook een rol heeft gespeeld in het ontstaan van allerlei koepelorganisaties die we nu nog steeds hebben. Dus het was altijd al een assimilatie-idee geweest. Alleen heeft het nu natuurlijk anders uitgepakt, waardoor die discussies ook heel anders zijn.
Dat was een beetje heel kort een soort van ja, de context in Nederland. Dus waar komt dit eigenlijk vandaan? En ik wil dan eigenlijk nog twee punten toevoegen als het gaat om de toekomstige strijd. Eerste punt wat ik wil maken is van, ik sluit me aan bij Milko. Antiracismestrijd moet een gezamenlijke strijd zijn. Het moet iedereen aangaan. Wat je in Nederland ziet is dat iedereen is met zijn eigen ding bezig. Wat eigenlijk ook begrijpelijk is, want je kan je niet voor alles inzetten. Maar als het gaat om moslims, dan zie je toch wel dat mensen hebben van, nou, het is ver van mijn bedshow. Simpel voorbeeld, wat ze in volksmond het boerkaverbod noemen. Nou, hoeveel mensen hebben zoiets van, ik draag geen boerka. Nou, niqab is het eigenlijk. Dus mij maakt het niet uit. Die geluiden zie je zelfs onder in moslimgemeenschap. Dat soms bepaalde moslims zoiets hebben van, ja, ze hebben gelijk, communicatie ding, et cetera, et cetera. Ik heb er geen moeite mee. Maar wat is er gebeurd met het boerkaverbod? Is dat de staat, in dit geval zijn daar dus moslims voor gebruikt om het zo gechargeerd te zeggen, dat de staat grenzen aan het overschrijden is. Wat is met het boerkaverbod gebeurd, is dat de staat zich niet alleen in onze privédomein is binnengedrongen, maar ook binnen onze lichamen. Dus door die wet zijn we in een situatie beland dat wij het oké vinden dat de staat iets te zeggen heeft over onze lichamen. Vandaag zijn het de niqab-draagsters. Maar toen die wet aangenomen werd in de Eerste Kamer, zag je meteen al dat er een vraag was vanuit de Eerste Kamer van, hey, laten we kijken hoe we die wet kunnen uitbreiden. En wat bedoelt ze met uitbreiden? Nou, demonstraties, daar heb je ook mensen die rondlopen met bivakmutsen of whatever, en kijken hoe we dat kunnen. Dus daar zie je van hoe die grenzen overschreden worden. En het zou ook een principestrijd moeten worden. Zodra we zien dat bepaalde fundamentele vrijheden of burgerrechten aangetast worden, dan zou je daar gewoon principieel tegen moeten zijn. En ook het omgekeerde. Als het gaat om islamofobie, dan zie je ook dat men pas moord en brand begint te schreeuwen als er een bepaalde wet is aangenomen. Maar de vraag is van, ja, die wet is er nu, maar er is een hele lange aanloop geweest. Die misschien niet, waar de focus niet zozeer lag op moslims. Maar dat uiteindelijk, ik ga een voorbeeld geven. Een tijdje terug kwam minister Grapperhaus met het wetsvoorstel dat vliegtuigmaatschappijen allerlei gegevens moesten aanleveren bij de veiligheidsdiensten onder het mom van zware criminaliteit voorkomen en terrorisme bestrijden. Nou, terrorisme bestrijden weten we nu al op wie er gedoeld wordt. Nou, RTL, die hadden toen daar een bericht over gepubliceerd. En ik heb daar nog een screenshot van gemaakt. Dat is het voordeel van screenshots maken, bewijsmateriaal. En er stond zo'n grijs blok van, ja, oké, maar wat voor gegevens gaat het dan die dan vliegtuigmaatschappijen zouden moeten verzamelen en doorgeven aan die inlichtingendiensten? Nou, bijvoorbeeld waar je op reis gaat, met wie, maar ook of je een halal maaltijd bestelt. Dat stond letterlijk. Uiteindelijk heeft RTL dat wel gewijzigd. Want als je het gaat googlen, vind je het niet meer. Maar ik heb wel een screenshot wel op stond. Toen was ze van, oh jee, oké, daar gaan we weer. Hè? Moslims worden weer getarget. En denk ik van, ja, maar wacht eens even. Dit is nu een wetsvoorstel, maar waar komt het vandaan? Dan gaan we eventjes terug naar 2018. Referendum rondom de sleepwet. Dit is gewoon een voortvloeisel van die sleepwet. Maar hoeveel mensen hebben zich echt bekommerd om die sleepwet? Ook binnen de moslimgemeenschap. Is daar aandacht aan geschonken? Dat viel allemaal heel erg tegen. Dus daar moeten we ook, dus dat ik zeg, antiracismestrijd moet ook een principiële strijd zijn. Daarmee wil ik eindigen.